Ja, en we zijn in Bokstel in de gat. Vandaag de grote in de trek. Het is droog. Mensen hebben er zin in. En ik ga pas rondsnuffelen met mijn microfoon en camera met Frank. En boven staan mensen van de omroep. En we gaan er een mooi verslag van maken. Kom, we gaan. Speciaal alle donzeentjes hier op de oude Warrelplaats, de Mert van Boksel. Het is 11 minuten over 2, zaterdagmiddag mee carnaval. En dat betekent de officiële machtsoverdracht door de burgemeester aan al deze hoogheden. En zoals we net al konden luisteren, Fred van Boeschoten zegt het al, ach het maar kort houdt. En dat ga ik doen. En ik geef me heel veel plezier het woord aan onze edelachtbare burgemeester, de heer Buijs. Dankjewel, president. Hebben we er zin in? Ja! Hebben we er zin in? Ja! We hebben er allemaal zin in. Jullie ook allemaal, geloof ik, hè? Ja, ja, ik ook. Heel veel zin in. Ja, het moet me toch iets van het hart. Ik vind het geweldig dat u hier allemaal bent. Gisteren ben ik in de kwekpoel geweest en heb ik mogen helpen met de knokkers om daar de zaak op te bouwen. En wat is het toch leuk dat we met z'n allen deze Brabantse traditie hoog kunnen houden. En echt voor iedereen. Dus ik denk wel dat ik bij jullie aan een gerust hart, met een gerust hart aan jullie de sleutel kan overdragen. Dus daarom ga ik nu aan jullie officieel de sleutel overdragen van dit prachtige carnavalsplek in de gat. Een prachtige sleutel voor jou, Stef, en voor jou, Nina. Stef, wil je nog iets zeggen? Allemaal nog een fijne carnaval. Geweldig, Stef. Peer, bij deze, jouw sleutel. En ik wil jou... Lieve waggelaars, waggelarinnen, donzeentjes. Wat een fantastisch feest is dit. En het feit dat ik wederom deze keer de sleutel overgedragen mag krijgen van onze burger, zegt toch wel iets. Prins Peer de Tweede voor de tweede keer is toch wel heel erg mooi. En dat is ongeveer het enige Brabants wat ik op die manier probeer uit te spreken. Maar weet dat het hart op de goede roodharde plek zit. Mark, ik mag jou de ja-medaille uitreiken van Prins Peer de Tweede voor 2017. Komt-ie. Lieve waggelaars, waggelarinnen, het is zover. Het moment is daar. Vanaf dit moment is in de gat van ons. In de gat, waar ben de moor? Stef wil ook nog iets. Hallo donzeetjes, wat zien jullie er allemaal leuk uit? Hebben jullie onze mooie nieuwe wagen al gezien? We kunnen niet wachten om er in de optocht mee te gaan rijden. Dus laten we maar snel beginnen. Ik sta naast Jolanda en die wil helemaal niet op beeld. Dus ja, dan doen we dat expres, hè. Jolanda, achter op jouw rug staat optochtcommissie. Wat is jouw taak vandaag? Wij begeleiden de optocht dat er niet te veel proberen en niet te veel gaten te laten vallen. En kijken of alles verder naar wens verloopt. Heb je er zin in? Ja, altijd. Heb je al kunnen spieken wat er klaar staat? Nee. Ik heb bij Rembrandt binnengezeten voor de inschrijving van de spontane deelnemers.
De spontane deelnemers, waren ze spontaan vandaag? Ja, er zijn er een paar die pas een uur van tevoren bedacht hebben om mee te lopen. Dus okay. Wordt erg leuk, denk ik. Nou, ik wens je een goede optocht. Dankjewel. Moet wel droog blijven, maar ja, dat gaat ons wel lukken, hè? Ja, dat is het enige wat we niet kunnen regelen. Nee. Veel plezier. Dankjewel, jullie ook. Okay. Mevrouw. Ik zie u zo mooi over de markt lopen. Ja. Gaat u de optocht kijken? Ja, zeker. Ieder jaar? Ieder jaar. Ik sla er een jaar over. Wat leuk. Bent u in Bokselse? Ja, ik ben in Bokselse. Ah. Ja, ja. Dus. Waar verheugt u zich het meest op vanmiddag? Op de optocht natuurlijk. Hoe die is en hoe het gaat. En ja, we hebben gisteren de kinderoptocht gezien. Hartstikke leuk. En dan, ontzettend mooi. Daarna nog een borreltje? Misschien wel, ja. Om warm te worden. Heel goed. Toch? Ah, wij waren vroeger echt de carnavalsvierders. Zat u ook bij een vereniging? Nou, wij gingen altijd met 4, 5 echtparen. En dat was hartstikke leuk, ja. Hallo meneer. Staat u in het VIP-vak? In het VIP-vak? Is dit... Dat weet ik helemaal niet. Komt u iemand aanmoedigen of genieten van de algehele sfeer? Nee, ik had een afspraak hier. Een afspraak? Ja. Een afspraakje? Een carnavalsafspraakje? Nee, geen spannende afspraak, maar wel een belangrijke. Oh. Nou is de vraag of ik dat in het grote geweld hier straks waar kan maken. Oh, ik ben benieuwd. Ja, ik ook. Maar ik zie geen camera, geen fototoestel? Nee, dit keer helemaal niet. Wordt echt praten dan? Ik ben gewoon vrij vandaag. Okay. Lekker de kroeg in? Ook al. Ik ben blij dat jullie er zijn. Is dat zo? Ja, ik ben heel blij ook. Dat jullie er zijn. Wij ook? Ja. Absoluut. Ik vraag me alleen af, is dat geoorloofd? Alcoholvrij bier. Laat maar ruiken. Maar echt niet. Dat doet het wel goed bij de dames, denk ik, of niet? Ja, we hebben wel veel kijkers, daar zeker. Zeker, ook bij de vrouwen. Maar geen aanrakers, hè? Want ik las... Nee, dat niet. Nee, want dat ik niet. Zag foto's op internet dat de politie foto's maakt. Je mag ons niet aanraken, je mag wel foto's maken. Maar kunnen ze een beetje van jullie afblijven? Ja, nou, ze staan meestal op een afstand te kijken, dus het is wel goed. Ja, dan heb je er weinig aan op een afstand, toch? Ja, dat wel, maar ja, we zijn er toch voor de veiligheid, zeggen ze dan. Dus ja, ik heb ook nog nooit iemand naar een politie zien lopen en aanzien raken, dus ja. Jij bent ten eerste. Altijd al willen doen. Ja. Oh, nee, ja. Nee, ja. Ja. Nee, ja. Toch, moet nee. Toch, hè. Ja, nou moet het niet, nou, hoor. Nou moet het, hè. Ja. Maar u stond zo leuk te zwaaien. Ja, ik ken hem, hè. Oh, u kent hem? Ja, ik ken hem. Kent onze cameraman? Ja, ik ken uw cameraman. Vaste plek vooraan hier? Nee, hoor. We komen maar net aangelopen, dus dan gaan we hier maar staan. Ieder jaar? Als het mooi weer is wel. Ik kijk even naar boven. Het is mooi weer en het blijft mooi weer. Goed zo. Ja. Veel plezier. Hetzelfde, tot ziens. Ja, kan iemand... Hallo allemaal! Niet vallen! Niet vallen, kom! Wow, ik ben er! Yes! Altijd al een keertje willen doen, bovenop de Prinsenwagen. Ik ga straks nog even naar de Prins, maar ik kijk om me heen. Ik zie allemaal enthousiaste mannen. Beetje een koud neusje, Frank. Hey, hallo. Hoe is ie? Ja, lekker weer, hè? Je hebt je stem nog? Nog steeds. Hoe is het mogelijk? Ja. Hoe is het mogelijk? Ja, ik laas in de media, 22e carnaval in Boksel, hè? Ongelooflijk, hè? Ongelooflijk. Ik ben begonnen op mijn 5e. Gassie mikken. Nee, dat nog net niet. Nee, maar 22 inderdaad, dus ja. Mooi, die heb ik natuurlijk voor jou ook. Oh. Meteen. Oh, leuk. 22 jaar in Indegat. 22 jaar in Indegat, Frank. Je zegt, draag aan de linkerkant, hè, op je hart. Ah. Want daar ligt mijn carnavalshart natuurlijk niet, dus... Ja. Ik zag Facebook, hè? Je kunt alles een beetje zien. Hè? Ik zag dat je voor iedere dag al een keurig schoon wit hemd klaar had. Ja, een beetje protocol, hè? Ja, het ziet er allemaal uit als een chaos, maar het is wel georganiseerde chaos. Ja, ik wou zeggen, goed voorbereid ook, hè? Ja. Nee, maar ook de hele raad, hoor. Mm. Want we lopen zelfs de Polonaise in een vaste volgorde. Dat zie je niet natuurlijk in de kroeg. Nee. Dan denk je, een zootje, maar het is, iedereen weet zijn plek. En zo zijn er nog 100 regels, maar die wil je allemaal niet weten. Nee, die wil ik inderdaad niet weten. Dat is maar goed, als jullie ze maar weten, hè? Als ze maar weten, toch? Dan hoeven de mensen geen last van te hebben. Nee, precies. Heb je vanmiddag al, of heb je ook geoefend met zwaaien? Hoe doen jullie dat? Ja, het hele jaar door. Elke vrijdag van 5 tot 6. Dat is onze mopperaar. Wil is onze mopperaar. Mopperaar? Meneer Wil de mopperaar? Nee. Nee, want ik zie gewoon... Dat is wat ik doe.
Het laatste wat u doet is mobben? Ja, natuurlijk. Nee, maar we hebben gewoon met de accent en dat versta ik daar niet. Dus dan zeg ik altijd, ik moet even teletext erbij, met de ondertiteling. Maar dat is gewoon de... Ja, het is gewoon leuk met zo iemand. Ja, daar blijft mee lachen, hè. Hij is wel te hebben, hè. En anders gaan we gewoon op zijn Brabants en anders houden we het op. Dan staat hij toch niks meer. Ja, dit zijn de eerste stapjes, hè. Ik zie zo mooi zo het loopje. Ja, het zijn de eerste stukjes van de optocht. Even opwarmen. Nee, we zijn nog warm van gisteren. Oh, gaat hij goed boven? Ja. 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 Kom maar, kom maar. Kom maar. Ja. Ja. Oh, ik stond er zomaar voor. Hi, hallo. Hallo. Nou, dit moet toch wel een fijn gevoel zijn als Boksel helemaal klaar staat voor de optocht. Ik vind van wel. Het is weer prachtig gemaakt allemaal. Althans, dat hoop ik in ieder geval. Gisteren was heel erg fantastisch met alle kids. Super, alle donzeentjes. Ja, en vandaag, ik weet niet wat we allemaal te verwachten staat, maar het is nu al mooi. Ja, dat is vast een feest hier, hè? Ah, dankjewel. Hey, ik wens je een hele mooie middag. Jij ook. Ja, daar ben ik weer, hè? Ja. Voor burgemeester. Hoe is het met u vandaag? Ja, heel goed. Hè. Ik heb alle verantwoordelijkheden overgedragen aan Prins Peer. Dus ik kan gewoon lekker hier staan en lekker feesten. Dus ik heb het prima. Lekker vrije dag en zelf de kroeg in? Ja, we gaan nog wel even kijken. Ja. Maar we gaan eerst genieten van de mooie optocht. Want iedereen heeft zijn best weer gedaan. Dus volgens mij wordt het weer hartstikke leuk. Ik ben blij dat ik hier ben. Ja, het is vandaag 26 februari. 26 februari, het is carnavalszondag. En dan is het weer tijd voor... De grote in de trek in Bokstel, in het Indegat natuurlijk. En over een paar minuten gaan ze vertrekken, denk ik, hè Jan? Ja, als het goed is, dan zijn ze vertrokken, want ze vertrekken altijd 11 minuten over 1. En je kunt ook zien dat de eerste deelnemers aan de optocht, die zijn al, kun je al zien, zijn al in beeld. Ze beginnen altijd met het Rode Kruis, die de kans krijgt om... een inzameling te houden, zodat het Rode Kruis weer heel het jaar vooruit kan in Boksel. Dat is altijd goed werk. Dat is zeker goed werk. Het Rode Kruis doet heel goed werk. Wat doen ze in Boksel precies? Nou, bij alle activiteiten wordt naast de EHBO wordt vaak ook het Rode Kruis betrokken. Oké. Okay. Nou, dit is... Is dat de wagen van de jeugdprins of is dat... Ja, toch? Ja. In de verte zie je inderdaad de wagen van de jeugdprins. En de jeugdprinses uiteraard. Ja. De jeugdraad van Elf. En die hebben dus ook een kleine hofkapel. Nou is het natuurlijk ieder jaar wel een beetje moeilijk om die hofkapel in stand te houden. Omdat die kinderen worden allemaal ouder. En het is juist de bedoeling dat de jongste jeugd... ook bij de jeugdprins betrokken blijft, ook wat muziek maken betreft. Ja, gisteren was de jeugdoptocht hè? En daar hebben ze natuurlijk ook al meegedaan. Die hebben gisteren met de jeugdoptocht meegedaan. Er zijn trouwens meer groepen, maar daar komen we dadelijk wel tegen tijdens de optocht. Die gisteren ook al met de kleine in de trek meegedaan hebben. Kijk, die kinderen hebben volop plezier op die wagen. En dat is terecht. Carnaval is niet alleen een feest voor volwassenen, maar zeer zeker voor de kinderen. Jong geleerd, oud gedaan. Ja, wat natuurlijk ook een verschrikkelijk groot succes is natuurlijk de kwekboel. De kwekboel is een enorm succes. Zolang jeugdcarnaval bestaat, hebben ze feest gevierd. Oorspronkelijk in de Ark. Maar toen de Ark op een gegeven moment gesloten werd, of verkocht werd, toen moest er iets anders bedacht worden. En voorheen was het altijd zo dat er een hele grote tent op het... plein Breukersplein neergezet werd. En de laatste jaren, al een groot aantal jaren, zit men in de grote sporthal. Op de middag zijn het de allerkleinsten die daar carnaval gaan vieren. En s'avonds is het de jeugd van pakweg 10 tot 15 jaar die volop vermaakt worden in de kwekpoel. Ja. Eigenlijk Jan, je ging even terug naar de jeugd, maar... Vanaf wanneer is eigenlijk in Boksel het carnaval begonnen? Nou, het carnaval is in 1963 begonnen. Toen nog niet officieel carnaval van Indegat. In 1963 carnaval was prins Jan de Nupste, Jan Swinkels, de prins. En toen heette het Keistampersdorp. Nou, toen is het eigenlijk opgestart.
En tijdens een bezoek aan een horecagelegenheid in Boksel kwam toevallig een boerenkapel van Boksels Harmonie kwam daar binnen. En die is toen door prins Jan de Nuste geïnstalleerd als kapel van de prins. Dat is later de prins geheerlijke groot hofkapel geworden van Indergat. En ja, die zijn afkomstig van Boksels Harmonie. Die gaan nu verder, maar die komen we straks ook nog tegen, want die zijn nu straks in de optocht als je Akkerman van huis aan bent. Ja, Noud Hermans. En die was ook een van de eerste prinsen na Jan, hè? Noud Hermans is de prins carnaval geworden. Ja, dat is een hele geschiedenis. Op Sinterklaasavond 5 december 1963 is de prinsenvereniging opgericht. En vanuit de prinsenvereniging is de Stichting Openbaar Carnaval ontstaan. En prins Noud Hermans was dus prins Donald de Nuste. Ondertussen is de wagen van de Red River Band en de Red River Kids langsgetrokken. Die zijn oorspronkelijk ontstaan uit carnavalsvereniging De Natneuzen. En hier een rijdgroep op de fiets. Ja, dat zijn spontane deelnemers. Ja. Wij trappen erop los. Ja, zoiets. Ja, je hebt in de optocht heb je altijd een groep deelnemers die al van tevoren ingeschreven staan. Maar op Carnaval Zondag is er altijd nog kans om als spontane deelnemer nog in te schrijven. Tot vlak voor het start van de optocht. En de trappers die hier bezig zijn, die zijn eigenlijk spontaan. Even kijken wat hier nou weer gebeurt. Dit zijn de CV Kittels. Wat gebeurt er? Wat gebeurt er? Ho, 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 ho. Wat gebeurt er? Wat gebeurt er? Oh. We hebben nu even kijken. Wacht even. Dan kan iedereen hekken. Gaan hekken? Ja, hekken. En we zijn bezig hier met de voorzitter van de voetbalvereniging Bok. Ik heb hier nog rood licht. Heb ik nu al groen licht? Ho, ik zie zijn droom. Voorzitter ODC. Spontane deelnemers, zijn dat mensen die zomaar in de stoet komen of... Ze hebben die wel ingeschreven? Nou, die kunnen net voor de optocht kunnen ze nog zich inschrijven. Want ze kunnen ook in aanmerking komen voor een prijs uiteraard. Maar het probleem is altijd dat er zoveel van die spontane deelnemers zijn. Dat ja, het zicht erop, wie zijn het en wat beelden ze uit. Dat maar zo meteen zijn ze wat dichterbij, Jan. Dus dan kunnen we het misschien zien. Dan, meestal hebben ze ook wel een nummer, dacht ik. Ja, meestal hebben ze een nummer. Alleen deze zie ik niet met een nummer. Nou, het is een damesgroep die daar... Zou dat misschien de buurtvrouwen kunnen zijn? Dat zou best de buurtvrouwen kunnen zijn. En dat zijn ze inderdaad ook. De buurtvrouwen, wat is dat eigenlijk? Ja, het is een groepje vrouwen die al 11 jaar in de optocht meeloopt. Die iedere keer iets anders uitbeelden. En die worden natuurlijk op een gegeven moment ook ouder. En die hebben... De afgelopen tijd hebben ze zich bezig gehouden met de conditie op peil te brengen. Om vandaag in de grote indertrek in ieder geval goed mee te kunnen. Ja, het loopt een beetje. Het is een beetje carnavalschaos. Maar dat hoort er ook een beetje bij. Ja. Jammer dat we niet kunnen zien wie dat zij zijn. Maar goed. Ja, nou dan de Echtdweilers, hè? Zo heet dat toch? Die er nou aankomen? Ja, dat is Echtdweil. Dat is een groep jeugdige muzikanten. Ja, jeugdige. Vooral jeugdige muzikanten van de Gildebondsharmonie. Die geloof voor het 7e jaar deelnemen aan de optocht. En het bijzondere van deze kapel is altijd dat ze
met carnaval steeds 11 nummers spelen. 11 verschillende carnavalsnummers die ieder jaar aangepast worden. Het zijn heel spontane deelnemers eigenlijk die alleen met carnaval zelf iets aan carnaval doen. Maar ze brengen wel een heleboel sfeer mee. En ja, dat is natuurlijk in een optocht is dat een van de belangrijkste dingen die nodig zijn. Ja. Ik heb het altijd al willen doen, Frank, tamboerijn. Zou ik heel één keer zo ook een keer mee mogen doen? Ja, dat mag maar wel. Nu. Altijd al willen doen, hè? Kei leuk. Veel plezier, hè? Dankjewel. Ze zijn ook wel goede spelers, hè? Ze zijn goede muzikanten. Muzikanten. Ja. Kijk, ze spelen in de Gildebonshaar, maar niet normaal. En dat zegt eigenlijk al voldoende. Ja. Ja, in de verte zie ik weer een bekende wagen die regelmatig in de jaarlijks in de optocht zie. De walvisjes, waar komen die vandaan? Ja, de walvisjes die komen van de Zeelandse Wal. Eigenlijk was het vroeger een carnavalsvereniging van volwassenen. Maar die hebben op een gegeven moment zijn die opgeschakeld naar het kindercarnaval. En, Jan, even, mag ik even. Ik zie hiervoor. Traag Wiefke. Even naar deze mevrouw. Gaat het een beetje? Het gaat allemaal zo vlug. Het gaat allemaal vlug, hè? Allemaal zo vlug. En we zijn pas aan het begin. Ja, en die wagen die rijdt zo hard. Die wagen rijdt hard. Oh, dan wordt er nog opgejaagd ook. Ja, ze zeggen dat het helpt een borreltje erin. Maar ja, dat zoiets mag ik natuurlijk niet zeggen, hè? Nee, mevrouw, dat is niet netjes, hè? Niet netjes. Nee. Een borreltje, of wat ik zeg. Straks. Straks een borreltje. Traag, Wiefie, hè? Dat is ook weer een spontane deelnemer aan de optocht. 28. Ja, traag Wiefie, maar het is niet zozeer om het Wiefie, maar om het, anders gezegd, wijfje. Een traag wijfje. Ja. Kijk, en die hebben dus op een gegeven moment dat een beetje verbassen naar traag. Traag Wiefie. Een carnavalsgroep die op in de wijk Zeelandse Wal ontzettend actief bezig zijn. Maar die zitten dus in de walnoot en die vieren met de hele wijk. Vieren die vier dagen lang, ze zijn gisteren ook al begonnen, vieren zij carnaval. En die hebben op de wagen hebben ze prins Nessium en prinses Michelle zitten. En natuurlijk hun raad van 11, want die hebben allemaal kinderen. Nou, die zitten al 34 jaar zitten ze in de walnoot, waar ze dus carnaval vieren. Actieve wijk. Heel actieve wijk wat dat betreft, ja. We doen heel veel voor de kinderen. Ja, gisteren liep ook de Amalia school van die wijk mee. Amalia school ook, ja. Ieder jaar doet hij mee, dat is echt. En de directeur die loopt dan ook mee, hè? Die is dan die was gisteren tel moment, geloof ik. Hè? Ja. Ja. Maar die doet volgens mij, als hij kan, altijd mee. Meneer Van der Vries, geloof ik, hè? Ja. Het hoofd van de school, ja. Al directeur van de school heeft dat tegen. Ja. Ja, en in de verte zie ik alweer een damesclubje. Ja, dat zijn de ladies. De ladies en die hebben het motto design mooi. Design mooi. Ja. Maar zij maken ervan, eigenlijk moet je dat vertalen naar die zijn mooi. omdat ze er ook inderdaad prachtig uitzien. Ja. Vorig jaar ook, fantastisch. Ja, ze sluiten dus nu ook aan bij het thema van Prins Peer den Tweede. Die als motto dit jaar heeft in de gaten, wat ben je mooi. Ja. Ja, de ladies geven ook een knipoog naar het boksencollege. Wat ambitie heeft aan te sluiten bij het Dutch Design hier.
Ja, ik zag een van de dames daar meelopen en de man die zit straks in de laatste wagen. Dat klopt, de prinses van. Nou ja, ze heet prinses. Officieel geen prinses. Nee, de vrouw van prins Peer de Tweede. Och, wat is dit leuk zeg. Design mooi, met de roze loper. Oh, wat mooi, ik ga er naartoe. Wauw. Oh, wat zijn jullie mooi. Wat zijn jullie mooi. Ja, mooi hè. Oh. In de gat van Ben de Mooi, dat was het thema van de prins. En wij herbruiken alle spullen. Kijk, de cd'tjes, fietsbanden, moet je daar eens kijken. Geweldig. En de rietjes en de behang en de zwartels. We heel hebben alles herbruikt, dus dan wordt Boxtel nog mooier van kunst herbruiken. Ja, geweldig idee en prachtig mooi gemaakt. Ja, heel veel plezier vanmiddag. Gaat gelukken. Dag. Ja, en dan komt de carnavalsvereniging in verstand. Jan, wat beelden die uit? Je zou inderdaad denken dat kan. De carnavalsvereniging die ook heel actief is in Boxtel. En zij beelden uit een gat in de markt. Je moet maar eens goed kijken wat je allemaal op die wagen ziet. Dan wordt ook duidelijk wat ze daarmee bedoelen. Nou, daar wachten we even op. Maar het is wel een hele show die ze van tevoren. Het is een hele show daar. Ja. Ze hebben niet alleen de wagen, maar ze hebben er ook een groep voorlopen. Ja. Het is wel een hele actieve carnavalsclub. Die is heel actief, ja. Toch? Ja, ja. Ik zie ze elk jaar terug. Ja. Bestaat dus ook al wat langer, hè? Die bestaan inderdaad al een groot aantal jaren. Ja, en er is iemand die ze gaat inhalen, nummertje 24. Weet jij wie dat zijn? Ja, spontaan. Twee jonge jongens. Nou ja, jong. Oh, wacht even, ik zie het al. Dat zijn Hein en Albert. Zo noemen ze zich. Die het motto hebben: verantwoord koken, don't simpel. Dus zij laten op een simpele manier zien hoe je dus verantwoord kunt koken. Maar ze lopen wel midden in de groep of tegen de groep aan van geen verstand, dat is jammer. Dat is inderdaad jammer, Nou krijgen we de beelden natuurlijk van die domineren van geen verstand, dat is goed. Ja. Maar we zien ze bijna niet natuurlijk. Ik zie dat jij heel goed geoefend hebt op de tekst. Ja, we hebben de tekst goed geoefend, de dans goed geoefend. We hebben gisteren al een optocht in Haren gereden. Dus we zijn aardig ingespeeld op heel ons stukje. Hartstikke leuk. Ja. En natuurlijk als het pronkstuk komt de wagen er nog achteraan. Ja. Met ons thema een gat in de markt. Naar aanleiding van de verbouwing hier op de markt. Wel heel indrukwekkend. En wat heeft hij? Ja, het beweegt allemaal. Dus wat dat betreft hebben ze daar veel aandacht aan besteed. Kijk, als je de tandwielen allemaal ziet opzij. Het is echt super mooi gemaakt. Ja. Alles draait en beweegt. Heren, ik snap er nog niet veel van. Nee, nou, heb jij zo'n pannen? Och, verdorie. Heb jij pannen van de pannenzegel? Nee. Nee, die zijn levensgevaarlijk. Levensgevaarlijk. Zo, och. De vogeltjes die gaan er van dood. De vogeltjes vallen er van dood. Nee, hij kan beter het woord doen hoor, denk ik. Hij is van de stukje door, want ja. Op. De vogeltjes die zijn dood, kijk. En ook bewijs is dat ze dood zijn, want het klepje staat open. Want anders waren ze al weg geweest. En hier, kijk, moet je kijken. Hier. Ik kijk. Ja. Nou, dat is toch niet normaal? Dat is niet normaal. Dat is zo, dat is gevaarlijk. Gevaarlijk wordt het niet. Ja, hier. Twee blinde vinken en twee die konden zien. Hier. Oh. Siervogeltjes. Duur siervogeltjes. Oh, Germ. In de gatse workout. Weer eentje erbij. Weer eentje erbij.
Jan, weet jij daar iets van? Heb je daar geen... Het is ook zeker weer zo'n spontane groep. Ze hebben nummertje 3, heb ik gehoord. Altijd moeilijk dat ze... Kijk, want die beelden op een gegeven moment beelden ze van alles uit. Dit is nummer 3. Ja, dat is nummer 3. Ja, dat zijn de buurtvrouwen. Dit zijn de buurtvrouwen. Dit zijn de buurtvrouwen. Okay. Kijk, maar dat loopt allemaal door elkaar. En dan is het moeilijk om op een gegeven moment precies aan te geven wie het zijn. Dan komen er een aantal mooi in het groen gestoken mensen. Wie zijn dat? Ja, dat zijn de koninginnen van de kunst. Dat is dus een loopgroepje. En die hebben het motto tussen kunst en kitsch. We nemen het met een korrel. Zij doen dit jaar voor het eerste keer met de optocht mee. En die maken... Die willen eigenlijk een einde maken aan de discussie over, het kunstgras, over de kunstgraskorrels die op de sportvelden liggen. Ja, bij OEC en Bokstel en DVD en Lulia. Maar die hebben dit jaar, of eigenlijk vorig jaar, al kunstgras gekregen. Ja, maar zij, en er is landelijk heel veel om te doen geweest. Dat die gif zou bevatten in de korrels die ze erop staan. Dat is inderdaad. Maar wat zij nou ook doen is, zij zeggen die korrels die moet je niet zomaar weggooien. Want dat is zonde. Recyclen kun je daarmee, dan kun je recyclen. En zij maken een mooie sieraden van. Ja, ja. Die zij als koninginnen graag delen met de mensen in Heligad. Hallo. Hallo. Door die korrel, wat was het? Door die ophef over de korrel? Over de korrel moeten wij weer aan de borrel. Wij denken, we hebben de oplossing voor de rubberen korrels. Gewoon kurk. Gewoon lekker doordrinken? Ja. En dan heb je genoeg? Nou, dat weet ik niet, maar een kurk droogt wel lekker op. Toch? En doen jullie onderweg ook al een borreltje om het aantal zeg maar aan te vullen? Nee, dat mag niet in de optocht. Het is een beetje lullig, hè? O ja, non-alcohol, hè? Ja, dus dat hebben we niet gedaan. Oh, nou ja, dan daarna maar... Ja, dat komt wel goed. Mooi hoe jullie het doen en eruit zien. Ja, het is super. Nou krijgen we dus de Arma van Huisavent. Daar hebben we straks al even over gehad. Jaarlijks lopen die ook mee, hè? Die lopen laatst mee. Ja, die lopen al... niet deze jongens, maar wel de voorgangers. Die zijn vanaf 1963 zijn die actief in het carnavalsgebeuren. Het was oorspronkelijk een kapel van de Boksers Harmonie, de Zwetske boeren. En die waren met carnaval, waren ze dus altijd de groot hofkapel van Indegat. En op een gegeven moment is die kapel overgeschakeld op een vaak andersoortig stuk muziek. En toen zijn ze dus de Arma van Huisband, die naam hebben ze toen gekregen. En sindsdien hebben ze ontzettend veel optredens in Tinnegat. Zij organiseren ook altijd op de zaterdag voor carnaval een geweldige muzikale avond. Waar het niet alleen zijn muziek maken, maar waar wij ook allerlei zangers en zangeressen uit Tinnegat kunnen optreden. Ik begin zelf mee te doen, Jan. Nou ja, het is ook best aanstekelijke muziek wat dat betreft. Ja. Vraagje? Ja. U ziet een beetje wit. Ja, dat klopt. Ja. Maar ik denk dat we er nog wel vol gaan houden de komende dagen, hoor. Toch wel? Ja, toch wel, ja. We maakten ons even zorgen. We dachten van, dat is, dat is wel heel lief dat je je zorgen maakt. Maar we gaan het redden. Wat is de oorzaak? We weten het gewoon niet. Dat is de oorzaak. Van het niet weten? Kijk. Wijs om. Kijk, dat is... Ah, och. Wit het niet. Wit het ook niet. Ach. Ja, daar worden wit van. Ja, dat snap ik. Ja, dat is carnavalswagen van de carnavalsvereniging Skon Bokstel. En die hebben het motto Indegat on Ice. We hebben dit jaar voor de eerste keer
in Bokstel een, tijdens de kerst- en nieuwjaarsdagen kunnen genieten van een ijsbaan. En zij hebben dat aangepakt om dat in de carnavalsoptocht mee te nemen. Kijk, in de gat on ice, schatsen on de dommel, dat is pas nice. Is dit een carnavalsclub? Dat is een carnavalsclub. Die is pakweg een jaar of 10 geleden is die opgericht. En die zitten ook in het Hofpaleis. Op carnavals dinsdagmiddag hebben zij, organiseren ze ook een hele leuke middag voor de kinderen in het Hofpaleis. Hofpaleis Dances, waar ze met allerlei spelletjes de kleine kinderen weten bezig te houden. Nou, even van de wagen genieten, Jan, want ze hebben er ook weer iets heel moois van gemaakt. Ja, je ziet daar een slee, je ziet daar iemand die kennelijk onderuit gegaan is met het schaatsen. Wauw, hallo. Wat een bijzondere groep is dit. Mooi, hè? Ja, ik vind het heel mooi. Ze zien er goed uit, dacht ik. Ze zien er heel goed uit. Vindt ook wel een beetje statig eruit zien. Dat is het ook wel. Vertel. Ja. Nou, meestal zijn wij heel frivol, maar dit jaar dachten wij, we laten eens wat statigs doen. Ja, stapelen, statig, ouds, historisch. Dus vandaar. En valt het mee om zo in het gareel te lopen? Voor mij valt dat tegen, vandaar ook deze rol. Maar voor de rest, ja, die zullen het moeten doen. Ik zie nu een groep loopgroep aankomen met Heilig Hartkerk, politiebureau, kasteelstapelen, De Burgt, station, Elisabeth Bas, dat klopt. Postkantoor. Dat zijn de Fretjes. Dat is ook een groep jonge mannen die eigenlijk bijna jaarlijks als spontaan deelnemer in de optocht meeloopt. Ja, ze hebben eigenlijk als motto heel in de gat overhoop. Nu ook stapelen te koop. Dan stapelen, kasteel stapelen, waar de paarders assumptionisten zitten. Ja, die dreigt leeg te geraken door de ouderdom van de paarders. En de paarders willen dus nu kasteel stapelen gaan verkopen. Vertel! Oh, wacht even. Nee, wij zijn opgegeven. Ja, de club is opgegeven, maar wij zijn het daar niet helemaal mee eens. Dus we doen door. Ja, of verkopen of door. En dat doen we zo. Kijk. Als jij deze eens vasthoudt. Ja, ik hou hem vast. En dan zeg ik zo, even voor de camera. En zij willen ook op. Ja, dat is de carnavalswagen van geen drank, geen klank. Ja. En, bekende groep hoor, voor mij. Ja, het is een heel bekende groep. Ze zijn heel actief. Hebben ook, gooien altijd hoge ogen als het gaat om het winnen van de eerste prijs in de optocht. Dit jaar hebben ze het motto met app en telefoon in de hand. Gaan we door het in de gats land. Mooi hoor. Mooie wagen. Ja. Mooie wagen. Ja. Kijk, het beweegt ook bijna allemaal. Met Jan, geen drank, geen klank. Maar mag dit jaar dan wel alcohol gedronken worden in de stoet? Nee, ze hebben vorig jaar eigenlijk voor het eerst heeft de Stichting Openbaar Carnaval een verordening gemaakt dat de deelnemers aan de optocht geen alcohol mogen drinken. De carnavalsverenigingen die, of de deelnemers aan de optocht die schrijven voor het carnaval in, moeten een bedrag storten dat ze zich dat daarin inderdaad aan zullen houden. En als ze er zich aan gehouden hebben, dan krijgen ze dat bedrag weer teruggestort. Worden ze getrapeerd op het gebruik van alcohol in de optocht, dan zijn ze dat bedrag kwijt. Nou hoor ik muziek van
De Dorinis. Ja, Dorinis, hè? Dat zijn de Dorinis. Nummer 1 in, ja, de kraak... in Nederland, wou ik zeggen, maar... Ja, we hadden even geen beeld, Jan. Nee, nu wel weer. Dat kan gebeuren natuurlijk. Hè? Maar vertel even, Dorinis nummer 1 van Nederland, ja, moeten we zeggen. Die hebben de Krakers Festijn van Omroep Brabant gewonnen. Dus een geweldige prestatie. Bokstel toch weer op de kaart gezet. Inderdaad, ja. Ja. Heel graag. Het is heel apart. Goedemiddag. Ja, het is toch net of hij er echt aankomt. Ja, echt hè. Echt hè. Ja. Maar dan is voor mij weggelegd, hè? Nou, mooie rol. Hé, hey, ja, wat dachten jullie? We gaan er eens even iets mee doen. Ja, natuurlijk. Iets moois maken van de hele parkeerprobleem hier in Bokstel, toch? Maar het is toch opgelost? Ja. Ja, moet kijken hoe, hè? Het is hartstikke blauw, hè? Ja, hoe wij dat gedaan hebben. Hartstikke blauw. Wat staat er allemaal op? Blauwe zone natuurlijk. Ja. Onze wethouder vooroplopend, althans zijn tweelingbroer, denk ik. Hij haalt er iemand uit het publiek. Ja, die blauwe zon in Boksel, dat was toch een, iets wat eigenlijk lang geduurd heeft dat het voor elkaar gekregen. Nou ja, er is natuurlijk afgelopen jaar flink geprotesteerd. Ja, ja. Tegen de plannen die er waren. Ja, daar hebben ze dan vijf jaar over gedaan of zo. Ja, eerst tegen het betaalparkeren. En toen hebben ze dus, op een gegeven moment hebben ze overal zones in willen voeren met waar de inwoners voor konden betalen om hun auto te kunnen stallen. Maar ja, dat protest heeft in ieder geval opgeleverd dat het nu voorbij is en dat er overal blauwe zones komen. Maar dan hebben de protesten dus wel succes gehad. En dat is toch, ik denk, een goede zaak voor de mensen in Boksel. Ja, dan zie ik daar de groep, weet ik nog niet. Het zal wel heel spontaan zijn, Jan. Maar indrukwekkende pakken hebben ze aan met helmen. Ja. Daar ga ik even kijken, want dat is altijd een spontane loopgroep. Zeg het nog eens. Kom eens een keer kijken bij ons in een optocht. Ik kom kijken. We hebben een virtuele optocht. Oh, wauw. Kom eens kijken, dan moet je het zelf een keer mee. Moet ik iets engs doen? Ja, kom eens in. Oh, god. Oh, wauw. Supermooi. Mooi, echt geweldig. Ja, is dat super... is een verrijking, hè? Het is een verrijking. Kijk, het is al mooi hier, maar wij maken het nog groter. We make it great again. Wij zijn er zo blij mee. Goed gelukt. Goed, het is allemaal virtueel, hè? Hartstikke mooi. Ondertussen zijn we weer aanbeland bij Buurtschap West. Ja, Buurtschap West is eigenlijk de enige buurtschap in Boksel die al een heel groot aantal jaren deelneemt aan de carnavalsoptocht. En die hebben ook deelgenomen gisteren aan de Indertrek voor de kleinere. Wil je dan, hè? Ja, voor de kleine Indertrek. En Buurtschap West gaat carnavallen door bingo te spelen met Bokselse ballen. Beelden ze uit. En het is altijd weer spannend of er ergens in een bingo valt. Buurtschap West, waar moet ik dat in Boksel? Nou, dat zit dus voorbij de spoorlijn die naar Den Bosch gaat. Het gebied ten westen van de spoorlijn Boksel-Den Bosch. Dus je kunt daar Tongeren en Kalksheuvel enzovoorts toe weten. Ja, die richting, ja. Ja, die krijgen ook nog te maken straks met het sluiten van de dubbeloverweg. Die krijgen inderdaad te maken met, ja. Ja. Och, wat mooi! Oh, wat zijn jullie verschrikkelijk mooi! Wat zijn jullie aan het doen? Bingo, hè? En wat doe jij bij de bingo? Goed opletten? Ja. Of alle cijfertjes kloppen? Ja. En opletten bij het bord. En wat doe jij daar bij de bingo? Dansen!
en spelen. Nou, dat gaat wel lukken zo met jullie, hè? Heel veel plezier. Ja. Ja. Doei. 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 Ja, er komen nu komt de volgende groep alweer. Bingo. Of althans, die is nog bezig hier. Ja, dat is nog steeds Bokstel weg. Ja, dat is nog steeds. Dat loopt nog met een paar karren door, dus dat is... Ja, het zag er vanmorgen eigenlijk slecht uit, maar even rond 12 uur nog te regenen. Ja, het begon te biezen net, maar gelukkig is het nu droog. Ja. Zeker voor de deelnemers aan de optocht. Nou, er komt dan weer een nieuwe groep aan. Mooie wagen. Wat dat betreft, eventjes, wij zijn namelijk toch bijzonder blij dat we vanuit deze huiskamer, hier op de markt, verslag kunnen doen. Ja. We zijn het echtpaar dat ons daartoe geleden geeft, bijzonder dankbaar. Het echtpaar die heeft ons gastvrij ontvangen, geeft ons koffie. Ja, op deze manier is het natuurlijk helemaal leuk, hè? Ja. De wagen die we nu in beeld hebben, dat is de wagen van Het Komt Niet Zo Nauw. Welkom Zonnedaal staat erop. Ja, carnavalsvereniging Komt Niet Zo Nauw en die hebben als motto carnaval in Zonnedaal. En Zonnedaal, dat verwijst naar de serie op tv van die eigenlijk het laatste half jaar regelmatig op RTL herhaald is. Oh, de Flodders waren het, ja. Volgens mij zie ik de familie Flodder. De familie Flodder! Ja, zeker waar. Ja, ja. Wow. Gaat het een beetje hier in het nette Boksel? Ja, op dit moment nog wel, ja. Worden jullie een beetje geaccepteerd? Op dit moment nog wel, dus ik hoop de rest van de optocht ook nog. En ja, we gaan het zien. En netjes gedragen dan, hè? Ja, 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 gaan we doen. Gaan we doen. Ja, er komt dan de volgende groep aan. Wie zijn dat, Jan? Groep 17. Ja, groep 17. Ze noemen zich Prins Hendrik. En die hebben als motto carnaval best pittig. Ja. Kijk, de Prins Hendrik, ja. Het is eigenlijk... Dit zal wel een rode peper voorstellen, denk ik, hè? Ik vermoed het, ja, pittig, ja. Ik weet niet of ze bezig zijn om het publiek te laten proeven van de pittige dingen die ze uit de wagen meevoeren. Maar... daar gaan we. We zijn onderweg. En wat achter, is er? Het gele, ja, prachtig weer. Hele mooie dingen gezien. Echt dat je denkt van wauw, hoe waar halen ze het vandaan? Ik vond de dino's van Geen Drank, Geen Klank vond ik echt helemaal geweldig. Het Jurassic Park idee wat erin zat. Ik vond West, Buurtschap West was ook weer geweldig. Ik vond best pittig, vond ik erg leuk. Ja, er zaten zoveel leuke dingen in. Dat is mooi, hè? Te veel. Het is zo'n 1 van 8, hè? Wie moet ongeveer wie moet kiezen en zo. Ja. De band van Mies van vroeger. Ja, ik trouwens. Dat onthoud je allemaal. Even tussendoor, hij gaat wel behoorlijk tekeer, hè? Dit hier. Dit rammelt aardig. En ik weet van vorig jaar dat je af en toe even staande moet houden. Ja, ja, ik snap hem. Ja. Maar dat is nu protocol. Beleefd zwaaien naar de achterkant of naar de zijkant? Of? Overal, hè? Okay. Eigenlijk. Hier ook al. Dus ja, je houdt me eigenlijk van mijn werk. Ja, ik weet het. Ik ben zo weer weg, maar zo leuk hierboven. Ja, het is, blijf gerust staan. Ja, we blijven dan ga ik zwaaien. Goed, wij gaan kijken hoe dat moet. Kijk, hier hebben we ook weer een spontane deelnemer. We zien niks meer. We zien niks, maar we horen het er ook. Kijk. Ik ben bang dat het een beetje gaat stoppen, want we krijgen de laatste wagen die eraan komt. De laatste wagen in beeld en je ziet op de wagen zie je prins Peer de Tweede. Ja. En zijn adjudant. De tweede keer dat hij meedoet. De tweede keer dat de prins is. Ja, nou is het zo dat eigenlijk de adjudant, Mark Kluitmans, die is vandaag niet op de prinswagen aanwezig. Heeft zeer tot zijn ongenoegen
dat een dag of 10 geleden een operatie moet ondergaan. Een hernia-operatie. Ja. En is niet meer in staat om natuurlijk op, als adjudant te functioneren op een goede manier. Hij moet dus verstek laten gaan, helaas voor Mark. Ja. Op de wagen zit dan niet alleen Prins Peer, de tweede adjudant, maar natuurlijk ook de Raad van Elf en de dansgarde. De muziek op de wagen die wordt dit jaar, net als vorig jaar, uitgevoerd door de Ductown Band. Dat is eigenlijk een muziekgroep die ontstaan is uit de carnavalsvereniging De Achterblijvers. Heel actieve muziekgroep. Wat ik eens zal proberen of we contact kunnen krijgen met Jolene en onze cameraman. Ik zie dat onze cameraman Frank de zit, Koning. Die zit staat op de Prinsenwagen en die proberen nu vanaf de Prinsenwagen iedereen in beeld te brengen. Misschien. Ja, en dan ze hebben natuurlijk de prins wel kunnen interviewen, hoop ik. Dat hoop ik ook. En nou zullen ze wel weer van de wagen afkomen, denk ik. Ja. Trek. Ja. Fantastisch. Ik kan me niet voorstellen dat ze heel de route gaan meelopen. Jan, ik weet nog, heel lang geleden heb jij ook wel eens op die wagen gestaan, in de Raad van Elf. Ja, dat klopt. Toen stond je in zo'n hele hoge wagen, heel hoog in. De prinsenwagens die in Boksel altijd met de Indigassen carnaval meetrekken, die worden voor een aantal jaar worden die gebouwd. En deze is nog vrij nieuw. Maar toen de tijd hadden we ook een wagen die een stuk hoger was. Maar door alle obstakels die ze onderweg tegenkomen, hebben ze de wagens die mogen maar een maximale hoogte hebben. Vandaar dat die hoge prinsenwagen nu niet meer in de optocht meeloopt. Kijk, en nu wordt alles stilgezet, is dichtgezet en is de optocht hier voorbij. Wij sluiten hier de grote Indertrek af van vandaag. Het was een feestje, we hebben bijzonder veel mooie dingen gedaan. We wensen iedereen nog een ontzettend leuke carnaval. Bedankt voor het kijken.